Gisteren was het een dag met een lach en een traan voor mij. En wat ik ook verlet van had, dat was Dusty. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag gewenst. En ja, jullie zijn weer aanbeland bij Corinna en de Beestenbond. Dus ik wens jullie van harte welkom bij weer een nieuwe vlog van vandaag. We leven vandaag alweer op 8 juni. Gisteren was het een dag met een lach en een traan voor mij. En ja, hij is in de hemel al meer dan 4 jaar en we moeten verder gaan, maar ik hou nog wel steeds van hem. Ja, vele mensen die beginnen alweer aan een nieuwe liefde, maar ja, dat kan ik nog niet, nooit. Nee, ik wil best vrienden hebben en een maatje hebben die een troostende arm kunnen geven of wat dan ook. Waar ik mee lol kan hebben en waar ik mee de natuur in kan staan met de hondjes. Maar niemand komt in mijn bedje. Nee, dat wil ik niet hebben. Maar in ieder geval, we leven dus op 8 juni om 12:32. En we gaan gewoon weer door met die banaan. Vandaag zal Mary komen. Nou is het nog niet afgebeld of wat dan ook. Dus ik ga zo meteen even met de waffies lopen. Met mijn troelaars. En dan zullen we zien wat de dag ons verder gaat brengen. Ja, dat, we zullen het zien. Het is ja, de zon die schijnt. Bij de poort is het 30 graden. Ja, ik heb het vergeten te kijken. Ik dacht van 20, 21 graden. Maar in de zon is het warm en in de schaduw is het nog best wel fris hoor. Ja, echt. Ik vind de wind een beetje verkeerd staan wat dat er gaat. Nou ja, oké, daar hebben we een vest voor. We doen straks de vest aan en dan gaan we weer lekker even lopen. De rollator staat ook al klaar, mijn vest hangt aan de eethoekstoel. Dus het komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. Geniet van elkaar en wat belangrijker is, wees lief voor elkaar. Ik ben het ook, dus als jullie dat ook zijn, liefde geven. Ook liefde terugkrijgen. Ja toch? Ze zeggen tot later en dit krijg ik weer van ons. Doei! Zo lieve vrienden, ja ik ben weer alleen, want Mary is me heel even geweest. Ze heeft een bak koffie gehad, ze heeft een gebakje gehad en ze is weer de hort op gegaan, want ze had meer dingen te doen. Nou ja, oké, dan moet je dat accepteren, ja. Maar oké, ik heb ook meerdere dingen te doen, want zoals jullie weten is Corrie gisteren niet geweest. Omdat haar lieftallige zus is overleden. Dus ik moet even een kaart halen, een rouwkaart. Maar morgen is ook jaren, dus dat wordt 2-in-1. Ja, ik haal een rouwkaart en een verjaardagskaart en dat moet ook vandaag nog op de post. Anders krijgen ze het morgen niet binnen, nee. Maar oké, okay, komt allemaal goed. Ik zal nu, ik ga met de booster, dus ja, lekker snel ook, weet je. Even een dun jasje aan en dan lekker eventjes de hort op en zorgen dat het op de post komt. Ik neem mijn pen mee, ik neem haar adres mee en dan kan ik het onderweg wel even schrijven. Ik ga gelijk weer naar Bruna toe om het op de post te doen. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we helemaal doen en dat komt helemaal goed. Ja. Dus zeggen lieve vrienden, geniet van alles en dan komt het bij jullie ook vast perfect goed. Dus zeggen tot later. Doei. Hey, hallo lieve vrienden. Ja, ik ben weer thuis, boodschappen gedaan en kaarten op de brievenbus, wat ik zou doen. Voor Corrie. Ik heb een mooie kaart uitgezocht voor de verjaardag en voordat haar zus is overleden. Ik heb bij de FOMA een hele lieftallige vrouw leren kennen, een schat, ben ik al de naam alweer kwijt, maar dat doet er niet toe, het is gewoon een schat. En ik zag wat en ik zei, wauw, wauw, wat mooi. Sliep gewoon in een zonnejurkje. Ze is ouder dan mij, maar zo'n figuurtje, dat ook al wauw voor haar leeftijd. Ze ziet er ook perfect uit.
Ook net zoals ik, bijna geen rimpeltje. Ja, oké, lachrimpels moet kunnen, denk ik dan. Maar allemaal tattoos. En hele mooie, met vogeltjes. Mooi. Dat ik, ik zij heeft mijn telefoonnummer al en mijn YouTube-kanaal al en mijn normale naam al. En ze zou me een appje sturen, zodat ik ook haar heb en weet ongeveer waar ze zit. Ze hebben een eigen tattoo shop, dus komt helemaal goed. Yay. Maar ja, ik heb dus boodschapjes gedaan. Onder andere brood. Mayonaise, curry, nog een zak pinda's, een bounty, en wat er ik ook verlet van had, dat was Dusty. Of dat Dusty, de ene zegt Dusty, de andere zegt Dusty, ja wat is het nou? Het is in het Engels, dus ja, ik weet het ook niet. Dusty, wat zeg je tegen Dusty in het Engels? Ja, dat is Nederlands Dusty, want zo staat het er, Dusty. Maar hoe spreek je het uit? Ja, nou, ik heb ooit gehoord dat het Dusty was, dus ik zeg Dusty, dus ja. Ik kan niet weten. Zet het er maar onder als je het wel weet. Ja. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen de boel opruimen, een bakje koffie erbij. En Bounty. Hé, jij nou? Kleine meid, oh nee, grote meid ben jij, hè? Grote meiden. Jullie krijgen straks ook trekjes. Ja. Vrouwtje gaat eerst opruimen. En daarna krijgen jullie wat trekjes. Okidokie. En dan zit ze, hè, met kopje iedere keer scheef, oortjes spetsen. Ja. Hé? Moet je ook wat trekjes? Moet je ook wat trekjes dan? Ja? Oh. Wat moet je dan? Oh, waar zit het dan in? Waar zit het dan in? Ja, in die la, hè? In deze la. Zit het hier al in? Deze. Mijn dentist. En dan moet je even wachten. Want er komt er nog één aan. Even wachten. Even wachten. Ja, want jullie hebben het te doen, jullie zijn zo lief. Zo, gaat die hier weer in, deksel erop. Rijka. Kom eens hier, zitten. Pootje. Rijka. Elwin. Ik moet er zo gaan wezen wat een vliegje. Geweldig. Gewoon zo lief. Maar ze hebben het verdiend, dus mag toch? Ja, vind ik geweldig. Laat ze me lekker hoor. Maar oké, ik ga de boodschappen even opruimen. En eventjes. Even niks. Ja, want ik heb pijn in mijn rug van alles. Ik heb echt door die stad heen gescheurd om alles toch op tijd te doen en ik moest ook voor de Pokémon spel weer weg, weet je wel, die Pokémon Go. Ik had bijna geen ballen meer, nou ja, dan moet je dat ook even weer hebben, want voor de rest doe ik gewoon thuis momenteel, want ja, wat moet ik weg als er te warm is of wat dan ook, je staat in de felle zon als ik naar Cape Holland ga. Dus ja, misschien als GTST weer afgelopen is, dat hij seizoenstop heeft, dat ik dan lekker met de hondjes even die kant op loop en dat ik dan op mijn rollator lekker ga zitten en dat ik dan lekker eventjes daar ga zitten te spelen. En dan dan kan ik niet vloggen natuurlijk. Nee, dat gaat het er niet worden. Tussendoor wel eventjes hier en daar, maar dan moet ik wel kunnen zitten en de honden hun gemak kunnen houden. En Rijker die zit er nog mee te eten. Elwing heeft het al op. Nou ja, oké, maakt niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En tot later. Doei.
Zo, lieve vrienden, het is weer tijd om te sluiten. Want mijn oogluiken die willen ook graag dichtgaan. Ja. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten. Ook namens Rijke die onder mijn bureau staat. Elwin die onder de stoel ligt. Om lekker te gaan slapen. Ja, ik ben echt back af. Ik ben ook net weer thuis. Met de woefafies de laatste ronde gedaan. En nu is het tijd om naar bed toe te gaan. Dus ja, we wensen jullie gewoon allemaal welterusten, slaapbekken met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Dit krijg ik nu van ons. Doei! Thank you.